Zodra je een account hebt geopend bij de Giro en hebt gekozen tussen een Basic, Active of Trader account, dan moet je natuurlijk geld toevoegen aan de Giro. In deze video zal ik je laten zien op welke twee manieren je dat kan doen. Mijn naam is Wiebe van Nesami en op Nesami.com/nl zie je hoe ik jou het beste kan helpen. Onder andere vind je gratis masterclasses om jouw beleggerscarrière een flinke boost te geven. Oké, okay, laten we snel doorgaan naar de video. Om geld toe te voegen aan je DeGiro account klik je eerst op de knop rechtsboven op Geld in en uitboeken en klik je vervolgens op inboeken. Hier kun je kiezen uit twee verschillende opties. Je kunt direct storten via Ideal en je kunt ook een handmatige overboeking doen naar de Giro. Laten we eerst kijken naar de eerste optie, direct storten via IDEAL. Hierbij kun je gebruik maken van de gekoppelde bankrekening om direct geld te storten via IDEAL. Als het goed is, heb je dat namelijk gedaan tijdens het maken van een account bij de Giro, dan heb je een bankrekening toegevoegd en anders kun je die toevoegen via deze knop gekoppelde bankrekeningen. Houd er wel rekening mee trouwens dat het geen zakelijke bankrekening mag zijn, maar dat het alleen een privé-bankrekening mag zijn. Vervolgens kun je hieronder selecteren welke bankrekening je wilt gebruiken. En kun je aangeven hoeveel geld je wilt overbrengen naar de Giro toe. Houd er hier rekening mee dat het geen vreemde valuta's mogen zijn, het mag alleen maar in euro's zijn. Daarna kun je klikken op overmaken en moet je dus via IDEAL deze transactie bevestigen. Je kunt het dus ook op een andere manier doen, je kunt het ook handmatig doen door een handmatige overschrijving te doen naar de Giro, als je bijvoorbeeld geen ideal hebt. Je kunt het geld alleen overmaken vanaf een gekoppelde rekening, dus nogmaals, zodra je een account hebt geopend bij de Giro, dan heb je als het goed is een account gekoppeld, maar als dat nog niet het geval is, dan kun je dus hier een bankrekening koppelen via gekoppelde bankrekeningen. Nogmaals, houd er rekening mee dat het dus geen zakelijke rekening mag zijn, alleen maar een privérekening. Je kunt vervolgens in je eigen bankaccount of je eigen bankapp je geld overmaken van jouw gekoppelde rekening naar dit IBAN-nummer dat je hier bovenaan te zien krijgt. Dit is een persoonlijke IBAN, een eigen IBAN die voor jou alleen is. En het is alsof je het geld van je ene rekening naar je andere rekening stuurt. Het geld dat op dit IBAN-nummer wordt ontvangen, dat wordt automatisch doorgestuurd naar jouw de Giro-account, zodat je vervolgens aandelen en ETF's kunt gaan kopen. Houd er hier ook rekening mee dat je geen vreemde valuta gaat sturen, maar alleen maar euro's. En waar je ook rekening mee moet houden is dat het ongeveer twee dagen kan duren voordat het geld uiteindelijk op jouw de Giro-account gaat staan. Zodra je geld op de Giro staat, dan kun je natuurlijk aandelen en ETF's gaan kopen. In deze video zal ik je stap voor stap laten zien hoe je dat precies gaat doen. Dus ik zie je zo. Ciao, ciao!